het voelt niet altijd alsof ik aan het werken ben, wanneer ik mijn onderzoek aan het doen ben, omdat het zodanig interessant is en er zijn altijd nieuwe dingen om te leren. Ik doe onderzoek over intersectionele discriminatie binnen EU-antidiscriminatierecht. Intersectionaliteit is een theorie die eigenlijk erop wijst dat mensen meerdere identiteitskenmerken hebben. Dus je bent misschien een vrouw, maar je kan ook wel een zwarte vrouw zijn. Dus je identiteit wordt gekenmerkt door het feit dat je zowel zwart als vrouw bent. Ik kijk voornamelijk naar het Hof van Justitie van de EU, omdat antidiscriminatiewetgeving binnen de EU op EU-niveau wordt gemaakt, waarna het dan binnen nationale wetgeving gemaakt wordt. Ik ben Nozizwe Doube en ik ben PhD-kandidaat aan de Universiteit van Maastricht in het departement Internationaal en EU-recht bij de faculteit Rechtsgeleerdheid. Intersectionaliteit is belangrijk voor het recht, omdat het erop gewezen heeft dat antidiscriminatiewetgeving er altijd van uitgaat dat iedereen gediscrimineerd wordt op basis van één discriminatiegrond per keer. Ja, het grootste deel van mijn onderzoek bestaat uit het analyseren van discriminatierechtszaken die voor het Hof van Justitie van de EU gebracht zijn. Ik begin wel meestal met het lezen van die rechtszaken zelf, textueel analyseren en zien op welke manieren dat die rechters bijvoorbeeld tot een besluit zijn gekomen, welke overwegingen hebben ze eigenlijk gemaakt die ertoe geleid hebben dat ze eigenlijk intersectionaliteit over het hoofd zien. En dan ga ik soms ook wel kijken naar hoe dat andere onderzoekers dat ook geanalyseerd hebben. Dus kijken naar journals, boeken enzovoort om te zien of mijn conclusie ook wel overeenstemt met wat er al in het rechtsleer al gepubliceerd is. Mijn onderzoek in zaken intersectionele discriminatie in EU-antidiscriminatierecht is geslaagd als mijn aanbevelingen die ik ga formuleren voor het Europees Hof van Justitie, voor beleidsmakers en voor wetmakers, als die ook wel daadwerkelijk in actie omgezet worden.